Hallo allemaal, welkom bij Altivista en welkom weer in een nieuwe video. Ja, vandaag weer een nieuwe video. Eén dagje later dan dat jullie verwacht waren. Het wordt steeds drukker namelijk hier in huis. Hè, met de twee jongens die allemaal thuis moeten leren en werkstukjes moeten maken. Toetsweek zelfs geweest. En ook allemaal werk. Ik moet zelfs nachtdiensten draaien. Allemaal heel erg hectisch. Maar goed, hè, ik probeer inderdaad, zoals ik tegen jullie gezegd heb, iets meer video's te maken als dat jullie van mij gewend zijn. Dus ik kon jullie niet laten zitten. Vandaag hierbij weer een nieuwe video. Wat gaan we vandaag doen? We hebben een hele leuke mailcall. Ik heb in totaal 5 pops die ik in bestelling had staan. En die ga ik met jullie delen. Maar voordat we naartoe gaan, wil ik heel even laten zien. In de vorige video had ik namelijk een bestelling geplaatst bij Eagle Toys, die mystery box. En daar zaten twee hele leuke, soort mystery minis van de Turtles in. Die heb ik door Levi Siep uit laten pakken. En daar gaan we eerst even naar kijken. Komt-ie. Zo, Siep, we hebben wat cadeautjes gehad uit de vorige mystery box. Laat maar zien wat erin zit. Wow, daar valt hij. Jij ook, Levi? Wat heb je? Welke heb je, Levi? Of Siep? Wow, Shredder! Die is heel cool. Die is echt heel cool. Ja. Nou, Levi, laat het voor jou ook eens zien. Ik heb hem niet opgepakt, niet gekeken en weer dichtgemaakt. Het zou het mooi zijn als er zelden erin zit, kunnen jullie ruzie maken. Maar, wat zit erin? Hij is groot. Hij is groot. Wie is het? Het is Splinter. Heel gaaf. Ja, laat even jou nog zien, Siem. We hebben vechten. Splinter en we hebben Shredder. Vechten tegen elkaar. Heel tof. Dat is. Zijn jullie er blij mee? Zijn jullie er blij mee? Ja. Yes? Deze ook bij de Turtles. En allebei. Oh ja, en deze ook. Ja. Ja, hartstikke tof. Ze zijn er heel erg blij mee. Dus Igeltoy, bedankt hiervoor. Maar dan gaan we veel door naar de volgende. Ik heb hier een mailcall binnen. En in deze mailcall zitten volgens mij 3 pops, als ik me niet vergis. En dan ga ik heel even kijken. Heb ik een mesje of iets? Hier heb ik. 3 pops zitten er in deze bestelling. Deze had ik, denk enkele weken geleden heb ik die besteld. Particuliere bestelling. Dus niet via een webshop. Dus ik weet welke erin zitten. En ik kan jullie verzekeren, hele toffe pops. Echt waar. Ja, hier zitten er 3 in. En dan laat ik direct nog 2 pops zien die ik los heb besteld. Zo, hij zit goed dicht. Maar ik heb hem open. Hartstikke tof. En dan gaan we over naar jou. Ja, ik zie hem zitten. Ja. Mooi ingepakt. Ik zet hem hier neer voor jullie. En dan gaan we over naar pop nummer 1. De pop nummer 1 is heel erg gaaf. Het is Chewbacca van Star Wars, nummertje 6. Mijn allereerste Chewbacca pop. Kijk aan. Heel erg vet. Echt heel gaaf. Ja, zoals jullie weten, ik ben een grote Star Wars fan. Ja, ik heb het een paar filmpjes geleden bij, hoe heet die webshop nou? Vision Toys. Sorry, ik was me even vergeten. Heb ik een paar hele gave exclusive van Star Wars gevonden. Ik probeer mijn Star Wars collectie zoveel mogelijk uit te breiden. Hartstikke tof. Chewbacca heb ik gevonden. Star Wars, nummertje 6. Heel erg tof. Echt een hele gaaf pop. Ja, ik ben heel erg blij mee. 6 pops in deze reeks. Nummertje 6. Chewbacca. Mijn eerste Chewbacca pop. Ja, heel erg tof. En dan gaan we door naar pop nummer 2. De tweede pop is... dat is deze. En dat is Dwayden Vos. En het is een FYE exclusive. Ja, dat is een exclusive pop. Heel erg tof. Deze ben ik ook tegengekomen. Kijk, komt uit een reeks van 11 pops. Kijk aan, deze is van de film Solo. Daar komt deze vandaan. En dit is exclusive. FYE is een winkel in Amerika, Canada volgens mij. Die maken allemaal speciale exclusive pops in. He, bij elke Comic-Con zie je ook dat er FYE exclusives uitgegeven worden. Bepaalde pops die alleen in die winkel verkocht mogen worden. Dan is het gewoon heel erg gaaf als je in Amerika of Canada woont. Om echt te pophunten. He, want dan kun je naar de GameStop, naar deze, naar Barnes & Noble, noem maar op. En die hebben allemaal aparte pops die exclusief voor hun beschikbaar zijn in de winkel. Later komen natuurlijk ook naar Nederland. Ook met deze pop. Dus heel gaaf. Maar ik vind de sticker heel erg leuk. Eerste pop met zo'n sticker. Kijk aan, dat is de sticker. En de pop. 253. Heel erg gaaf. Ik had wel meer solo pops. Ik weet niet precies hoeveel uit mijn hoofd. Als ik zo eventjes tel, denk ik zo een stuk of 4 of 5 die ik er al wel heb. Dus leuke serie om misschien compleet te krijgen. Nou, deze staat niet in de serie omdat het exclusief is. Maar ik ben er heel erg blij mee. Hele toffe pop. Ja, gaaf die details ook.
Hele gaaf pop. Zover pop nummer 2, op naar pop nummer 3. En ja, ze zijn alle drie uit dezelfde genre. Het zijn allemaal Star Wars pops. En deze vind ik ook heel gaaf. Het is niemand minder als Darth Vader. Ja, ja, nummer 1. Ja, dit is mijn allereerste Darth Vader pop ook. Ja, heel erg tof. Komt uit dezelfde serie als Chewbacca. Nummertje 1, Darth Vader. Ik ben benieuwd uit welk jaar deze komt. Ik weet niet of we dat kunnen zien. Volgens mij 2018, als ik me niet vergis. Ja, 2018. Heel erg tof. Darth Vader van Star Wars. 6 pops in deze serie. Heel erg gaaf. Ja, ik vind hem echt tof. Ik had nog geen enkel Darth Vader pop. Ook een Chewbacca pop. Dus hartstikke tof om deze aan mijn collectie toe te voegen. Dus heel erg blij mee. Zover mijn eerste drie Star Wars pops hè, die ik heb mogen scoren. Heel erg blij mee. Dankjewel daarvoor. Dan gaan we deze even wegdoen. Hoppa. Want zoals ik jullie zei, ik heb nog twee andere pops die ik heb besteld. En die ga ik jullie laten zien. Daar is iets vreemds mee. Het zijn namelijk, ik ga ze één voor één laten zien. Het is namelijk Jace Bellerin van Magic the Gathering. En het is Commander Elwyn Flitt van Valerian. Ja, en dan zie ik jullie denken van, hey, hebben die pops niet een keertje al voorbij zien komen? Ja, dat klopt. Want ik had deze pops al eerder. Kijk aan. Deze heb ik volgens mij bij de kruidvat gehaald. En deze heb ik online gekocht. Kijk, exact dezelfde pops. Ja, dus die had ik al eerder. Maar waarom heb ik ze dan nog een keer gekocht? Zoals jullie hebben kunnen zien in de vorige video had ik Mickey had ik dubbel. En ik wilde graag een leuke keer een customize video maken met wat pops. Die we gaan, die we custom gaan verven. Nou zitten de jongens thuis. Dus ik had hem wel een paar leuke verfsetjes gekocht. En mij leek het gaaf om gewoon lekker pops te verven. En kijken inderdaad of we daar iets heel leuks van kunnen maken. Ik had natuurlijk de Mickey pop. Maar ik heb 2 kinderen, dus ik moest 3 pops hebben. Inclusief een leuk doosje. Ik heb nog wel wat losse pops, maar daar heb ik geen doosje van. Dus vandaar dat ik 2 pops bij heb gekocht. Waren echt maar hier 1 euro, 1,5 euro per stuk. Dus ik heb gekozen voor deze 2 pops. Waarom nou juist deze 2 pops? Daar gaan jullie zien als we eenmaal gaan beginnen. Want ik had deze 2 pops gekocht omdat ze veel lijken op een karakter wat wij willen gaan maken. Dus vandaar, deze pops gaan jullie dus terugzien. Ik ga deze even terugzetten, die gaan gewoon de collectie in. En deze pops, die worden gecustomized. Dus, zover deze video. Ja, wat staat er allemaal nog meer aan te komen? Een paar hele gave video's. Hele gave review video's. Er is namelijk weer een nieuwe con die helaas gecanceld is. Maar er zijn wel veel verder pops vanuit gekomen. Die wil ik met jullie delen. En natuurlijk laten zien inderdaad welke pop ik op mijn collectie heb. Die in die reeks horen. En voor de rest heb ik ook nog een paar hele gave mystery boxen. Ook een paar hele special edition pops. Ik heb 1 hele speciale pop. Hè? En niet zoals de 1 april, maar een echt hele gave pop. En die ga ik ook met jullie delen. Ik heb nog veel te veel om te laten zien voor jullie. Dus wij zitten wel safe. Hè? Ik zou zeggen, blijf hieronder. Kun je nog steeds abonneren. Hè? Dat wordt massaal gedaan. Hartstikke bedankt daarvoor. En natuurlijk daar op het duimpje drukken. Hartstikke tof. Ik zou zeggen, let goed op jezelf. Ik zeg het elke keer maar weer. En ik blijf het zeggen, probeer je een beetje te vermaken in deze dagen. Ik probeer inderdaad voor jullie video's te maken. Zodat jullie je niet vervelen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Groetjes, tot de volgende keer. Doei doei. Hi.